Wat mij als muziek in de oren zou klinken, dat is dat de factuur volledig door Engie zou betaald worden. Die hebben gedurende jaren miljarden winst gemaakt en niet door de belastingbetaler. Zoals de collega's hebben ook de deal kunnen lezen die u met Engie hebt afgesloten de afgelopen dagen. En er zijn toch twee zware vraagtekens bij. Ten eerste wat betreft het kernafval. Er wordt hier altijd gezegd, de vervuiler betaalt. Ja, dat maken wij allemaal zelf elke dag mee. Natuurlijk, als we onze vuilzak buiten zetten, moeten wij daarvoor betalen. De vervuiler betaalt, een heilig principe, zowel van de liberalen als de groenen. Maar dat geldt blijkbaar ineens niet meer als je een multinational bent en zeker niet als je Engie noemt. En hier is beloofd door alle partijen gedurende de afgelopen maanden verschillende keren dat Engie zou betalen voor alle kernafval. Dat is hier plechtig beloofd geweest. En wat blijkt nu, als wij dat lezen? Dat is dat eigenlijk wij gaan betalen. Wij gaan betalen alleszins voor een deel van de kernafval. Het tweede probleem in die deal is de vraag van wie gaat eigenlijk die verlenging betalen? Hè? Gaat Engie die verlenging betalen? Want ja, uiteindelijk, in de jaren 80 hebben wij al zwaar onze elektriciteit hoog betaald, omdat we de kerncentrales moeten afbetalen. Toen overgenomen Elektra bij Engie, 15 miljard euro winst is er gemaakt de afgelopen 20 jaar op de Belgische kerncentrales. Nu 9 miljard euro overwinst door de huidige crisis. En dus zouden denken, ja, die verlenging, het zijn niet wij die dat nog eens moeten betalen. Het is Engie die gaat moeten betalen. En wat blijkt als wij dat akkoord lezen? Nee, ook dat zullen wij moeten betalen. Hoe dat we het moeten betalen, dat weten we nog niet. Ofwel is het een extra belasting op onze elektriciteitsfactuur, ofwel is het gewoon in de algemene begrotingen via de belastingen. Dus mijn twee vragen aan jullie zijn heel duidelijk. Kan u mij garanderen dat de maximumfactuur over het afval enkel gaat over twee reactoren of over... Hebt u beloofd om subsidies te geven aan één? Mevrouw Merks, allez, dit zou u toch moeten als muziek in de oren klinken. Dit is een activiteit waar de overheid zegt, wij gaan de controle terugnemen van die private sector. Wat mij als muziek in de oren zou klinken, dat is dat de factuur volledig door Engie zou betaald worden. Die hebben gedurende jaren miljarden winst gemaakt en niet door de belastingbetaler. Maar dat kan u vandaag de dag hier niet beloven, want daar bent u totaal niet duidelijk over geweest. En u zegt dat wij controle nemen over onze toekomst, dat we ons lot in eigen handen nemen. Wat we vooral in ons handen hebben, dat is de factuur en de onzekerheid. Dat hebben we in handen genomen. Want zowel Vooruit als de PS als de Groenen, die hebben hier komen zeggen, zorg er toch voor dat het niet te veel op de factuur komt, alstublieft. Dus dat is toch duidelijk dat dat nog niet is uitgemaakt. En wat wel is uitgemaakt, is dat je een maximumfactuur gaat opleggen en dat wij daarboven het risico gaan dragen. Wat je hier doet, is het typisch liberale principe, waar ook de Groenen niet meegaan, van het nationaliseren van de verliezen en het privatiseren van de winsten.